De Nationale Vrijwilligersdag wordt vandaag traditiegetrouw gevierd met de uitreiking van de Dordtse Vrijwilligersprijs. Inloophuis Heliantus is een van de 5 genomineerden voor de prijs. Onze volledige organisatie draait op vrijwilligers. Wij hebben het geluk dat het pand waarin wij zitten, dat wij dat op een hele goede manier kunnen huren van een woningbouworganisatie. Dat is heel fijn, maar de mensen die het runnen, dat zijn allemaal vrijwilligers, niet betaald. Van hoog tot laag, van laag tot hoog. We hebben hier met name op de dagen dat we open zijn, lopen hier een heleboel gastvrouwen rond. Die doen het werk, zal ik maar zeggen. Die hebben de contacten met de gasten. En zij zijn degene die het dragen. En wij zijn voor de hand- en spandiensten, ook belangrijk, maar... Onze vrijwilligers die de werkvloer bemannen, die verdienen het grote compliment. Het inloophuis is bedoeld voor mensen met kanker en hun naasten. Door middel van activiteiten zoals yoga, tentoonstellingen en het maken van kerstdecoratie, komt men met andere mensen in dezelfde situatie in contact. Zo'n 35 vrijwilligers zorgen dat het inloophuis kan bestaan. Stel dat jullie winnen, wat zou jullie reactie? Gat in de lucht? Nee, dat... Ja... Ja, ik vind het heel fijn voor de vrijwilligers. Dat zij het gevoel ook krijgen van, kijk eens, we zetten ons heel hard hiervoor in. Sommige mensen die zitten hier echt heel veel van hun energie in. Ja, en dat is gewoon heel fijn dat je dat op deze manier erkend krijgt. Voor de vrijwilligersprijs zijn naast Inloophuis Heliantus, Stichting Door Dordrecht, Stichting De Buitenwacht, de Dordtse Taalvrijwilligers en het Nationaal Onderwijsmuseum genomineerd. Onder hen worden 3 prijzen verdeeld. De winnaar krijgt €2000, de tweede prijs 1000 en de derde prijs gaat met €500 naar huis. Nou ja, ik zou iets heel leuks voor de vrijwilligers willen doen, want het is tenslotte de vrijwilligersprijs. Maar we moeten toch afwachten of je hem krijgt om te weten of je er wat mee kan doen en wat je er dan mee kan doen. Maar ik heb wel zoiets van, zeker als we de hoofdprijs winnen, dan wordt er daar iets van voor de vrijwilligers voor gedaan. Daar gaat het om. De prijs wordt vanavond om 8 uur uitgereikt in Kunstmin.